De afgelopen weken is er al volop aan de Merwedebrug gewerkt. Dat was het voorbereidende werk, zoals het plaatsen van de stijgers en het verwijderen van de verf op de plekken waar straks de stalen platen aangebracht worden. Maar dat werk liep vertraging op toen medewerkers die onder de brug aan het werk waren ineens onwel werden. Uit onderzoek bleek dat de mensen onwel geworden waren door de uitlaatgassen van alle aggregaten en andere apparaten die ze hier gebruiken. Nou, om dat nu te voorkomen hangen er allemaal camera's en sensoren die meten continu die luchtkwaliteit. En mocht het nu weer zijn dat er te veel van die damp onder de brug blijft hangen, dan wordt het werk stilgelegd. En is het al voorgekomen dat het werk stilgelegd moest worden? Lokaal zijn er plekken geweest waar hogere waarden zijn gemeten en op die plekken zijn de mensen weggehaald. En dan is het even een tijdje wachten en dan gewoon weer aan de gang? En dan blijven meten totdat de waarden naar beneden zijn gegaan en dan kunnen ze op die locatie weer verder. Het verstevigen van de brug is geen standaardwerk en daarom is in een loods een deel van de balken nagebouwd. Hier krijgen de medewerkers instructie en is de werkwijze bepaald. Zo bleken de oude ingangen te klein om in de balken te komen. Want ook binnen in de constructie moet er een versteviging worden aangebracht. De huidige mangaten die in de brug zitten, die er al van origine in zaten, die zijn 30 centimeter hoog en ongeveer 50, 60 centimeter breed. Dat zijn eigenlijk een ovaal gat. Nou, dat ovale gat is natuurlijk met de huidige spullenboel die mensen aan hebben en alle veiligheid die je nodig hebt om daar goed te kunnen werken, pas je daar niet doorheen. En ook de materialen moeten door datzelfde gat hebben gezegd. Dat kan helemaal niet. Dus we hebben nu gaten gemaakt met een diameter van 60 centimeter en daar gaan de mensen doorheen. Maar ben je dan eenmaal binnen, ja, dan is er ook niet veel ruimte. Het is echt werken op de millimeter. De aannemer wil volgende week beginnen met het herstelwerk.